Het is een hond die opgevoed is tot een knuffelhond. En het is de Benjamin in het bejaardencentrum. En zij is nu de ogen en de oren van Appel en Boas. Dat zijn de andere honden die je zo meteen ziet. Het is een ontzettend lekker ding, al zegt de baas zelf. Tweede hond in de ring is Jarno. Jarno is van 2006 en van Ada en Rijer Hoeven Drop. Jarno is de mooiste toller van Ermelo. Jammer voor de rest. Helaas trekt hij soms zijn eigen plan en gaat het eigen huis, eigen houtje naar huis. Met een omweg langs alle lekkere hapjes. De volgende hond is Jitta. Die is van Helene Staal. Jitta is echt haar maatje. Een echte toller die alles voor haar doet. Of niet. Ze luistert prima als ze er maar achteraan zegt. Het of niet bedoelt ze. Ze doet het in haar eigen tempo en kan zo snel zijn, maar soms ook niet. Ja, en dan komt Mus. Mus is ook van 2006, is van Marguerite Ruys en is een lieve, eigenwijze en sensitieve toller. Mus doet jachttraining, werkt op B-niveau. Hij heeft clubdiploma en working test op C-niveau. En FAN apporteert voor B. De volgende hond is Indy, die is van ARINL Monté. Indy is een lieve teef met heel veel energie. En ze doen al jaren samen behendigheid, dat is echt haar ding. En zoals vele tollers is ze gek op balletjes. En Indy die is van 2006. Nog een hond van 2006, Connor van Ellen van Praag. Connor is een zeer actieve, lieve reu. Hij heeft een flink aantal nakomelingen. Hij is wel graag op zichzelf. De volgende reu is van Karen Kroeven, dat is Elmo. Hallo Elmo. Elmo is een eerste toller en wat voor eentje. Helaas een toller met een hoop kwaaltjes, maar hij geniet van het leven en is een enorme doorzetter. Gek op zijn balletje, zwemmen en natuurlijk zijn voer. Elmo zou je met een positief woord zelfstandig kunnen noemen, maar eigenlijk is het stroom eigenlijk. Maar genieten ze met volle teugen van hem. Net als wel. Volgende, voor mij een speciale. Casper uit 2005. Ingrid is dit te lopen met Casper. En Casper is rustig, gezellig en ontzettend lief. Als er water in de buurt is, Casper niet meer te halen. De volgende hond is Randy. Randy is van Lisbeth Gitsensen. Randy is een rustig hondje met echt karakter. En af en toe lijkt ze heel afwezig en alsof ze in haar eigen wereld leeft. Maar dat zeggen ze van mij ook. Randy is soms spontaan en dan enthousiast, maar hij duidelijk zelf wie ze aardig vindt. En kan je dan aankijken met intense lieve honden, ogen. Randy is van 2005. Volgende hond in de ring is Twister. Is een broer van die. Moet ik even terug? Van Randy. Twister is in 2005, is van Randy gebruikt. En is een vriendelijke, rustige en hele nieuwsgierige hond. En de grote vriend van onze tolle dame Vita, schrijft Randy. Nou, ik heb een heel verhaal, Mariette, bedankt. De volgende is Ninoet, die is van 2005. Dat is een zus van die. Ninoek is het eerstgeboren pupje in het eerste nestje van Gizé. De eerste zelfversprengvoller. De eerste pup die ze geboren zag worden en op mocht vangen in haar handen. Wat een bijzonder moment, de band was er gelijk. Ninoek groeide op tot een fantastische, lieve, mooie, enthousiaste en welrustige toller. Alles vond en vindt ze eigenlijk nog steeds geweldig om te doen, als er maar wat gebeurt. Thorak van Honey Poos in de ring. Nog een broer. Thorak is van 2005 en is naast alle teven de reu in huis. De kleinzoon van toller Artoek, waarmee de liefde voor het ras begon. Thorak is een fijne hond om mee te werken. Hij leert graag en snel. En zijn DPC C-diploma behaalde hij na amper 6 weken training. Dan krijgen we Hutch. Hutch is van Saskia Riemen en die is uit 2005. Hutch is dus ruim 9 jaar en hij is van jongs af aan actief geweest in verschillende hondensporten. Maar zijn grootste passie is de jachttraining. Na het behalen van diverse jachtdiploma's gaat hij momenteel alleen nog mee op de praktijkjacht, waar hij zich van zijn beste kant laat zien. Helaas is hij het laatste jaar doof geworden. Hij heeft enige benen gekost, maar we hebben jullie beiden nu goed mee om kunnen gaan en hopelijk kan hij dit seizoen weer mee op jacht. Nog zo'n hond voor mij speciaal. Uit 2005, Bieke.
Pieke is van Frida van Akel. Was het kleinste en het meest pittige teefje uit het nest. Pieke is een zeer slim, leergierig en alert hond. Ze heeft diverse gehoorzaamheidstrainingen gedaan. Kan naast de fiets lopen. Hij heeft behendigheidsdiploma, flyball en sportieve jachttraining gedaan. Fleur is van 2004. Het is een lieve dame op leeftijd die altijd graag heeft willen werken voor de baas. Maar dat nog altijd op haar eigen manier en haar eigen tempo gedaan heeft en nog steeds doet. Na zwemmen en dan het liefst in combinatie met balletjes is knuffelen een van haar favoriete bezigheden. Dan in de ring Rana van 2004 van Henny Kromjong. Een kanje. Ik haal het zuur weg. Een kanje. Heeft bijna al haar KNPV reddingshondencertificaten gehaald. Doet nu met gemak mee aan veteranenjachttraining. Denkt dat ze nog een put is. Kan ook zitten goed knuffelen. Heeft een hekel aan boxers en haren tussen haar voetjes wegknippen. Bijna. De volgende hond is Darwin. Darwin is van Jelle en Lindsay Huisman. Darwin is de absolute oogappel van de ganse familie. De ganse familie moet ik eigenlijk zeggen. Darwin komt uit België. Na een drukke flyballshow en showcarrière heeft hij ook heel wat jachtwedstrijden gelopen in binnen- en buitenland. Nu geniet hij van zijn prepensioen en gaat enkel nog in de winter mee jagen. Fox uit 2004 van Cora Svenne. Fox kreeg toen hij een half jaar oud was AM. Vanaf dat moment tot zijn tweede jaar is hij vrijwel constant aan de prednisone geweest. Er was zelfs een moment dat ik dacht dat hij het niet ging redden. Uiteindelijk is het goed gekomen met Fox en hebben wij in juni zijn 10e verjaardag kunnen vieren. En dat vind ik eigenlijk heel stiekem een applausje waard. Het volgende teken is Luna. Luna is van 2004 en eigendom van André Diemans. Luna is een echt van de vrouw. Luna is een rustige, stabiele hond. Maar zodra ze kan werken, is ze zeer alert. In een groep loopt ze graag voorop. Ze zult er alles vooraan staan en op punt van 12 weken vindt ze al een kriel handje. Dan uit 2004, Marit van Jolanda Achterberg. Marit is een Noorse koller. Is als pup uit Noorwegen naar Nederland gekomen. Een vriendelijke, zelfstandige en een tikkeltje eigenwijze dame die graag haar neus gebruikt. Ze houdt van zwemmen en amputeren. Moeder van de eerste 3 Canadea-nesten en oma van 6 nesten. Ik zal het even namens jou zeggen, de volgende hond is een bijzonder hondje voor je. Blame, de mooiste. Dit is Blame van Esther en Rob. Blame is 11 jaar en komt uit zijn eerste kolonist. Geboren in 2003 uit Radiance en Nymo. Daar komt ook haar tweede naam vandaan, daarom heet ze Ranaï. Haar bijnaam is Popje, en dat is zo. Blame is liever dan lief, naar mens en dier. Verder hoeft ze niet zo nodig iets te doen als ze nabij is. Ja, ook weer een bijzonder hond. 2003, met Bikkel geboren. Bikkel is een ADHD-hondje. Zeer fanatiek, zeer luidruchtig en wil altijd spelen. Helaas heeft hij zware artrose in de elleboog, waardoor hij al een poosje tijd te beslijst. Wij proberen hem zo gematigd mogelijk te laten lopen, maar gezien zijn karakter gaat dat niet altijd. Naarmate hij ouder wordt, wordt hij wat rustiger en wat aanhaliger. Ja, en dan een van onze eigen honden. Die mag ik ook doen. Esther met Freya. Freya is uit 2002. En kijk even goed naar hem, want dat zul je nog niet zeggen. In december 2002 is ze geboren in Zweden. Met 8 weken is zij herplaatst bij ons. En heeft toen ja, gelijk ook afgelopen. Dus dat is 10 minuten gebeurd. Ze heeft het idee dat de hele wereld er alleen is voor haar. Altijd alert, altijd vrolijk, altijd sociaal, altijd actief. Marijn is van Simone de Vries en ze is een geweldig kolletje waar ze stapeldol op is. In huis is ze rustig en ligt ze liefste knor in haar man. Marijn ligt graag in de tuin te genieten in de zon, maar vindt het ook heerlijk om met een stel andere honden en kolletjes te wandelen in het bos of op de hei. Boas van Klaas Parlefiet is op de leeftijd van 8 weken begonnen met de training voor zoeken menselijke geur. Hij vond uiteindelijk iedereen, maar hield dat heel discreet voor zich. Hij blafte nooit bij het slachtoffer om aan de baas te vertellen, hier ligt hij, zie niet verder, ik heb hem al. In de jacht en behendigheid kwam hij meer dan weg. Maakte daarbij goed gebruik van het lopen op de wind, dat hij het zoekwerk had geleerd en waar menig voorjaar er geen kaas van heeft gegeven. De volgende hond is Kaas. Kaas komt uit 2001 en die is van Yvette van Duin.
Ja, we hebben nu een lieve oude dame en het is een van het trio Noodmuskaat, waar we het net over hadden. Noot is haar echte zus en Mus een jonge nichtje. Vroeger met haar aan flyball en behendigheid gedaan. Nu een beetje rustiger aan. Toch kunnen wandelingen in het bos nog een keertje naar zee de jonge kaart doen overhalen. Zeker met de hulp van een tennisballetje. Kortom, een heerlijk dier en hoop nog een hele tijd van haar te mogen genieten. Dames en heren, dat was Kaat. Dan hebben we Gizé van Mariette Winting. Een geweldige, karaktervolle oude dame. En een heel verhaal, ja precies. Door de komst van Gizé heeft ons zoveel meer gebracht dan alleen maar een hond. Ze is een enorme verrijking voor ons gebleven. Ze is inmiddels stokdood, haar gezichtsvermogen wordt minder door staar en ze heeft wat kiezen verloren. Maar dat belet haar niet om volop van het leven te genieten en wij van haar. De volgende hond is Ginger. Ginger is ondanks haar leeftijd een zeer actief hond. Ginger is trouwens van 2001 en van Maaike. 2000, dat is de hond, ja. Ginger is een hele actieve hond en ze wil nog steeds eindeloos spelen en dan het liefst een favoriete spelletje, een stokje attackeren. Eigenlijk alles wat je aangeboden krijgt, wil ze attackeren. Ze begint sinds een jaar doof te worden en nog een beetje blind, maar ze luistert nog goed zolang ze de gebaren kan zien. Daar komt Annie Gorten de ring in met Sarah. Sarah is in 2001 en Annie heeft jachttraining met haar gedaan. En ze heeft meerdere KNJW-diploma's. Er komt Jonas. Jonas is uit 2001 en hier is van de pro. Jonas heeft ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds een puberachtige uitstraling. Hij heeft tot zijn 11e jaar aan flyball gedaan en hij is gek op ballen. En deze vindt hij nog regelmatig als we langs het tennispark wandelen. Door zijn leeftijd is hij inmiddels helemaal dood, maar hij geniet nog steeds volop van het leven. Dan nog een hond uit 2000, Indy van Ellie Winkelman. Indy is een fantastische toller, moeder van totaal 23 pups. Hij heeft iedere club met zich meegedaan en vond het altijd leuk om in zijn aandacht te zijn. Ze haalden altijd goede uitslagen. Nou, ik heb Max. Max is van 2001. Die is van Nova Spouwen. Zeer enthousiast aan flyball gedaan. En zo is het echt tolle betaald ballengek en gek op laten. Hallo Max. En de laatste hond, dat is Zoe. Zoe is van 2002. En dat is van Nova Spouwen. Ze maakt nog een cursus vrijbal gedaan. Helemaal gek op deze oude mooie leeftijd. Ook al gaat ze nog vrij regelmatig mee op lange wandelingen. Dat is een appel. Appel is van Jolanda en die komt uit 1997. Oh, dat is een ander hondje. Dat is het wegenootje, of is een huisgenootje van Appel. Die wil graag mee. Nou, Appel komt uit het allereerste nest dat Chris Elma gevonden is. En ze is op de leeftijd van 8 weken begonnen met de training voor zoekhond menselijke geur. Haar eerste trainer was een imposante Duitse herder van 13. Wat zijn je? Ja, heel goed. Ik kom even naar je toe, want we hebben speciaal voor de oudste toller hier aanwezig een speciale prijs. Jij bent hier niet.